Arnhemse gemeenteraad heeft maandagavond Herman Keizer voorgedragen als nieuwe burgemeester. Als het kabinet deze voordracht overneemt, dan volgt Keizer per 1 juli Pauline Krikke op, die dan al bijna 12 jaar de ambtsketen heeft gedragen. Maar hebben de inwoners van Arnhem eigenlijk wel een idee wie hun nieuwe burgervader gaat worden? Weet u wie dit is? Hij komt me ontzettend bekend voor. Maar nee. Nee, ik heb geen idee, eerlijk gezegd. Nee, niet zozeer. Hoe noem je deze mensen hier in die kamer, in de politiek? Hij is toch gewoon politiek? Als ik zeg dat hij Herman Keizer heet, zegt u dat al wat meer? Ik heb de laatste tijd het nieuws niet zo gevolgd, maar het gaat vaag iets resoneren. Nee, gaat er nog steeds geen belletje rinkelen? Nee. Ik heb wel mensen iets over vertellen misschien over hem, maar nee, help me. Het is de beoogde opvolger van Pauline Krikke als burgemeester. Ja, dan heb ik hem vanochtend op het internet gezien. Nee, oh, echt waar? Nee. Dit wordt hem... Die wordt echt onder... Nee, joh. Waar is die vrouw? Die vrouw was beter dan hem, hoor. Ja, ik vind ik wel. Die vrouw is beter en vriendelijker. Nee, ja. En die loopt, die fietst de mensen door de straten. En zegt hallo. De 59-jarige Keizer is geboren in Heerlen. Hij studeerde in politicologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en hij is lid van het CDA. Na hoofd te zijn geweest van het bureau secretaris-generaal van het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, werd hij in 1986 burgemeester van Margraten. 6 jaar later vervulde hij diezelfde functie, maar dan in Roermond. Vanaf 2002 werkte Keizer als adviseur en partner van Rijn Consult BV. Maar de ambtsketen lonkte weer dusdanig dat hij in 2006 burgemeester werd van Doetinchem. Als je de foto zo ziet, heeft hij al een eerste indruk? Nou, hij komt serieus over. Dus, ja. Ja. Dat is wel iets wat... Dat is eigenlijk het enige wat ik meteen kan zeggen. Ja. Man die denkt van, god, wat een probleem. Wel een betrokken, maar een bezorgde man. Ik hoop dat hij betrokken is. Hij ziet er, hij heeft een betrokken blik, laat ik zo zeggen. Nou, koningsgezinde man, hè, aan het vlaggetje te zien. Hij kijkt heel geconcentreerd. Ja, dat is de eerste indruk. Ja, en een man op middelbare leeftijd. Ja. Oh ja, ik ga niet oordelen op mensen. Zo op een fotootje, ik ben geen waarzegger. Ik hoop dat hij het goed doet, maar... Ja, hij zal dus bepaalde dingen moeten doen hier in Arnhem. Hè? Waaraan zou hij nou moeten voldoen? Wil hij een goed burgemeester van Arnhem worden? Hij moet een mooie uitstraling hebben. Dat is nummer 1, vind ik. Hij moet kunnen stralen. En dan een heleboel goede dingen doen voor zijn gemeente. Goed kunnen samenwerken ook. Verbinden. Dat lijkt me ook heel belangrijk. Ja, dat hij betrouwbaar is en dat mensen een goed gevoel bij hem hebben. Dat hij de stad goed kan gaan besturen. Ja. Je moet vrolijk zijn hier. En als je mensen vroeg, ja. Goed helpen en luisteren naar mensen. Je moet luisteren naar mensen die het echt nodig hebben. Weet je? Mm-hmm. Niemand is perfect. Nee. De Sociaal-Economische Raad, de SER, wil zich meer gaan inzetten op duurzame energieopwekking. Oude kolencentrales die vooral in de jaren 80 zijn gebouwd, zullen daarom worden stilgelegd. In juli moet er een definitief akkoord naar de ministerraad. In Borselen sluit de exploitant zelf zijn centrale al. De Nijmeegse Elektrabelcentrale zal waarschijnlijk in 2015 de deuren sluiten. En jongerencentrum Creon in Westervoort kan misschien een nieuwe locatie zijn voor een Johan Cruijffkoord. Deze plannen zullen worden besproken tijdens de raadscommissie op 10 juni. Een Cruijffkoord kost 110.000 euro. Het is betaald door de gemeente en de Cruijff Foundation. Hans Breunissen, wethouder voor de jongeren in Westervoort, hoopt dat het veld in 2014 al in gebruik kan worden genomen. Met boten en de benenwagen, dus niet zoals de naam zou vermoeden door de lucht, heeft de luchtmobiele brigade de honingfabriek veroverd van de vijand. Nee, er is geen buitenlandse troepenmacht ons land binnengedrongen om de fabriek in te nemen. Het betreft uiteraard een oefening. De troepen van majoor van Zuidam hebben de touwtjes goed in handen. Ja, het complex wat u achter mij ziet, daar zijn wij onze procedures aan het trainen om een gebouw binnen te dringen. En dat is een onderdeel van de oefening Pegasus Patrol die plaatsvindt van maandag 3 juni tot en met vrijdag 7 juni. Woensdag zullen de mannen van de luchtmobiele brigade ook nog een open huis organiseren voor de omwonenden. Ja, dat klopt. De open dag vindt plaats om 3 uur 's middags tot 6 uur 's avonds, woensdagmiddag 5 juni. En daarvoor hebben we een klimprogramma op de Waalbrug. En in de ochtend van de woensdag zijn we ook nog bezig met een verder programma hier achter mij op het voormalige honingcomplex. De honingfabriek is de uitvalsbasis voor meerdere oefeningen van de luchtmobiele brigade. Zo gaan de mannen woensdag ook de Waalbrug opnieuw veroveren.
Deze week donderdag gaan wij een zogenaamde Battlefield Tour houden. We zijn hier bezig met onze procedures te trainen, maar dat doen we wel in een historische context. Operatie Market Garden 1944. En we switchen elke keer van de oefening naar wat zich hier plaatsvond in 1944. Dat doen we dus onder andere donderdag met een Battlefield Tour. En vrijdag ronden de oefening af en dan zijn we al wat noordelijker getrokken richting de Rijn. Volgende week is er een soort vervolg van deze oefening. Dan gaan er specialisten van Civil Military Interaction Battalion gaan hier ook aan de slag. En zij zijn gespecialiseerd in het adviseren van de lokale besturen in de wederopbouw van het gebied. Voor veel mensen een hoop spektakel en mooi om te zien. Maar voor Defensie is dit een bloedserieuze oefening met een duidelijk doel. Deze operatie is het doel om onszelf te trainen. We moeten dit doen wereldwijd. We doen het vaak in een verstedelijk gebied. We opereren dicht en tussen de mensen. Waar mensen wonen zijn er vaak gebouwen. En in die gebouwen moeten we dan ook veilig kunnen werken. Vandaar dat we eigenlijk opereren en dus ook trainen in een verstedelijk gebied zo dicht mogelijk bij de mensen. Mensen die vanuit de Liemers via het Looveer naar Lingewaard willen, moeten rekening houden met de waterstand. Zo zal het Looveer woensdag zeker al uit de vaart gaan. De toegangsweg naar de pont staat dan namelijk onder water. Het Drielse Veer doet nog een poging tot varen, maar heeft nu al problemen met de waterstand. Een noodoproep voor cafetaria's. De cafetaria's willen namelijk dat de supermarkten stoppen met de verkoop van goedkope luxe snacks, zoals bijvoorbeeld de kwekkenboomkroket. Eind vorig jaar besloot Avico al om zijn exclusieve raspatat via het vriesvak van de supermarkt te gaan verkopen. Ruim 50 jaar lang was dit merk alleen via de cafetaria's verkrijgbaar. De mensen die speciaal daarvoor naar de cafetaria's kwamen, zetten nu dus thuis hun frituurpan aan. En de bom die in de IJssel ligt, wordt zondag niet onschadelijk gemaakt. De burgemeester Annelies van der Kolk van Westervoort heeft, vanwege het hoge water, besloten om af te zien van de ontmanteling. De oude bom uit de Tweede Wereldoorlog zou komende zondag onschadelijk worden gemaakt. Een nieuwe datum voor de ontmanteling van de bom wordt nog geprikt. Bewoners krijgen deze week een brief. Kom, 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 kom. Wie de Overasseltse en Haterse vennen bezoekt, loopt een grote kans om schapen tegen te komen. In opdracht van Staatsbosbeheer gaan ze tot eind september kudden van zo'n 250 Kempische heideschapen op de heidegronden tussen Alverna, Nijmegen en Overasselt. De dieren zijn afkomstig van het Venloze bedrijf Wassum en staan onder de hoede van Jef Gielen. De schaapskudde die is hier om de heide te onderhouden en de stand te houden, boomvrij te houden. Zonder schapen of zonder begrazing kun je heide eigenlijk niet openhouden en groeit het vanzelf weer dicht, wordt het bos. Hij is een cultuurlandschap, dus moet onderhouden worden. Schapen hebben dat eeuwenlang gedaan en wij hebben dat weer opgepikt. En sinds 25 jaar doet de Wassum weer met schaapskuddes hoeden door, over de heides heen. Schapen staan 's nachts in een nachtvak, noemen wij dat. Dat is een klein afgezet stukje. Daar krijgen ze dan 's nachts, hebben op een gegeven moment krijgen ze honger. En de volgende morgen kom ik dan aan om 8:00 en laat de schapen eruit en ga ermee hoeden. Dan hebben ze honger en gaan ze meteen eten. En dan brengen we ze naar de plekken waar we ze hebben willen. En je kunt die schapen heel makkelijk sturen door met de honden ze een bepaalde kant op te halen. Ze lopen ook erg makkelijk achter mij aan, omdat ze mij kennen. En zo kan ik ze dus brengen naar de plekken waar ik wil dat ze grazen en waar het nodig is. Ik kan de honden wel even een paar commando's geven dat ze de schapen naar ons toe zullen drijven. Bob, Mord, kom bij! Zoals je hoort geef ik Engelse commando's aan de honden. Alle border collies zijn Engels getraind in Nederland. Over de hele wereld, overigens. Dus dat betekent dat je honden van overal deze wereld zomaar in kunt zetten. Steady boy! Bob, dat wil doen! Bob, dat wil doen. Mort, lie down. Hebben er in het verleden in dit natuurgebied wel vaker kuddes gegraast? Ja, er zijn hier vroegere tijden, voor 1900, waren hier absoluut kuddes in de hei. Deze kudde is hier nu een kleine 10 jaar. Ieder jaar in het graasseizoen tussen april en december
komen ze hier ongeveer 20 weken in totaal grazen ze in de Haverse en Overasse Savanne. Het is meer als fulltime job. Maar het is natuurlijk wel fantastisch dat je dat mag doen. En je bent iedere dag buiten, met dieren bezig, met de natuur bezig. Ja, er is bijna niks te klagen. Niet alleen zijn deze zomer bij de Overasseltse en Haterse Venne dus schapen te zien, ook is er in juli het nodige te doen voor de kinderen. Dan wordt er een avontuurlijk beleefpad langs de rode wandelroute geopend. Wat?